Onze doelstelling is in die beker weer zo ver mogelijk zien te komen. En in de competitie ons verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Nou, vorig jaar hebben we een vijfde plaats gehaald. Dus wat we nu proberen te doen is een vierde plaats. En dan daar vandaan weer in de halve finales terecht zien te komen. En dan kijken of we die halve finale winnend af kunnen sluiten. In tegenstelling tot vorig jaar. En dan heb je weer een stapje hoger gedaan. Ja, inderdaad. Ja, je gaat natuurlijk altijd voor het hoogst haalbare. En vorig seizoen was een heel mooi seizoen met het winnen van de beker en de halve finale van de play-offs. Maar ja, we willen altijd hoger, dus dit jaar ook weer. Ja, Terry heeft vorig jaar het eerste jaar bij ZSC Leiden een beetje een pechjaar gehad. Hij heeft verschillende blessures gehad, van korter en enkele van een wat langere aard. Waardoor hij heel wisselvallig heeft kunnen trainen en spelen. Wat natuurlijk zijn prestaties niet ten goede gekomen is. Ik heb vorig jaar niet kunnen laten zien wat ik eigenlijk wou laten zien. En natuurlijk, het team heeft het heel goed gedaan. Het is een heel mooi jaar geweest, ook voor mijzelf. Maar ja, voor mijn persoonlijke doelen wil je natuurlijk veel spelen en laten zien wat je kan. En nu ik weer fit ben, kan het eindelijk. Hij is de eerste drie weken goed doorgekomen, werkt heel hard en verdedigt stukken beter en agressiever dan dat hij het verleden jaar gedaan heeft. Dus daar ben ik op zich al tevreden over. En dan is het, nu moet het ritme er komen. En dan hopelijk ook kan bij hem de afstandsschoten vallen die we van hem verwachten. You on the ball with the kid, watch your step. You might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. No love for the haters mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50-yard line with the Raiders. I'll just say I'm a competitive player. Do whatever it takes to win, you know what I mean? Within the means, not whatever it takes, you know, like playing dirty and stuff like that, but competitive, good sportsmanship, you know what I mean? And a winner. Het is zo'n spontane jongen. Die weet wat hij wil en die daar ook hard voor wil werken. En ja, hij had hele goede cijfers op school. En daar zijn we op afgegaan en vervolgens op beelden die we gezien hebben. En ik denk dat hij wel eens tot een van de verrassingen van het seizoen zal kunnen behoren. Kijk, weet je wat Seamus is? Seamus is nu zijn derde seizoen hier en gaat hij in hier Leiden. En hij. Het is een geweldige professional. Hij nooit een onvertogen woord, werkt altijd als de beste, werkt hard. Is een voorbeeld voor alle jongere spelers en is niet voor niks sinds vorig jaar ook onze captain. En ik heb eigenlijk de hele zomer stiekem gehoopt en een beetje op gerekend dat hij wel terug zou komen. En ik ben uitermate tevreden dat dat uiteindelijk ook gelukt is. Ja. The fans are in Leiden are something special, you know. And so as soon as I signed the contract, a lot of them were hitting me on Facebook and just gave me a real nice warm reception. It was really nice. Really nice. You are one of the favorites in Leiden. Yeah. You know, being there the longest out of, you know, most people right now, then yeah, you kind of have to be the favorite right now. Ja, ik denk dat we goede mensen aangetrokken hebben. En niet alleen qua kwaliteit, dus kunnen basketballen, maar ook de instelling en de mentaliteit buiten het veld. En dat betekent dat ze werken hard, ze hebben er lol in, ze trekken met elkaar op. En waar je in andere jaren wel eens behoorlijk wat tijd en energie moet stoppen in het vormen van een team, is dat hier eigenlijk rimpeloos gegaan in de eerste paar weken. Dus redelijk tevreden tot op dit moment, ja.